Naast onze kamer was groot gevaar. Maarten en moeder hadden het daar verschrikkelijk over schreeuwen gezet. Ik haalde mijn kleine zusje uit bed. We zijn naar de badkamer gegaan en hebben de deur op slot gedaan. Nu zijn die twee wel goed met elkaar. Ze aaien elkaar en ze glimlachen maar. En wat wij vannacht weer hebben gehoord, wordt niet uitgelegd met geen enkel woord. Het is weer koek en ei met die twee. Maar mijn zusje en ik doen nog lang niet mee.